vrijheid betekent toch wel dat je alles kunt doen wat je wilt doen. En ja, ik ben best wel blij dat dat kan. Hoi, ik ben Kasper. Ik ben 13 jaar. Ik kom uit Druten. En ik heb met mijn klas Duitse Nederlandse liedjes gezongen. Ik heb met de liedjes geleerd, heb ik heel veel geschiedenis geleerd. En ik heb geleerd wat vrijheid nou echt betekent tussen Duits en Nederlands. En ja, het was op zich wel interessant. We hebben dus gezongen met HNB, dat is onze klas van HAVO-VWO. Hebben we 4 liedjes gezongen samen met Duitse kinderen. Al deze liedjes hadden iets te maken met vrijheid en verleden. En over bijvoorbeeld waar de mannen zijn gebleven aan het front, die al worden herdacht dan. En mensen die hun geliefde kwijt zijn geraakt. Zag ik nu hoe die mannen gezien. Waar zijn al de mannen toch? Er was iets verscheen. We zijn met ze gaan lunchen, broodje frikandel, broodje kroket. Het was heel gezellig. En daarna meteen waren we begonnen te zingen. En dat pakte wel goed uit. Iedereen was mooi mee aan het zingen. Waar zijn alle bloemen toch? Van lang geleden. Ik vind Duitsland echt hele lieve mensen. Gewoon, nu zijn ze echt heel gastvrij. En ik denk dat dat ook wel komt toen dat ze er misschien een beetje van zijn geschrokken of zo. En ja, nou kunnen we mooie projecten samen doen. En dat is toch net iets anders dan... ja, een paar jaar geleden. Het waren vriendelijke mensen. Wel een beetje stil, maar dat maakt niet uit. Ze waren vriendelijk, gezellig en ze konden op zich nog goed zingen. Daar weet ik heel eerlijk in. Ik denk dat als je dit doet, dat in ieder geval wel een stuk vrolijker vieren is van vrijheid. Dat iedereen wat leuks doet en iedereen gezellig samen wat doet. Ik denk dat het wel belangrijk is, dat we moeten herdenken en dat het goede boel is.